Surinaamse luchtvaartmaatschappij NV, SLM, heeft vandaag overeenkomsten getekend met enkele Surinamers die het land op hun manier voor- en uitdragen. Het gaat om personen uit de sport- en entertainmentsector waarmee de SLM heeft besloten in zee te gaan. Stephen Gonish, directeur van SLM, geeft aan dat deze ondertekening gezien kan worden in het licht van het herstel van de vliegmaatschappij en dat het bedrijf op haar manier ervoor wil zorgen dat zij op een positieve manier worden uitgedragen door deze groep brand ambassadors. Dit past allemaal in de ontwikkelingsstrategie, het herstelplan van de SLM, waarbij we op alle manieren die wij ter beschikking hebben natuurlijk de SLM positief willen uitdragen. Dat is één. Twee is dat de SLM in het kader van onze responsibility naar de gemeenschap toe ook natuurlijk ondersteunend wil zijn naar topsporters in Suriname, maar mensen met een talent op diverse gebieden. Want als u kan terugkijken naar het moment van de ondertekening, dan ziet u dat we mensen hebben in de bodybuilding wereld, mensen hebben in de vechtsport, mensen in de entertainment wereld zoals muziek, maar ook stand-up comedians hebben als branding partners. Dit is een stap die wij maken om ervoor te zorgen dat de SLM dus positief uitgedragen wordt, dat we een win-win situatie creëren met de mensen. Aan de ene kant ondersteunen wij hun ook met faciliteiten die zij soms nodig kunnen hebben. En natuurlijk kijken wij waar wij daar bij kunnen springen. De overeenkomst is een win-win situatie voor beide partijen, meent Gonish. Hij zegt dat er binnen de samenwerking verwachtingen zijn, zowel vanuit de SLM als vanuit de brand ambassadors. Al deze groepen en mensen hebben een heleboel een groot publiek achter zich. Ja? En dat betekent dat wanneer zij zich associëren aan de SLM, dat natuurlijk ook een positieve uitwerking kan hebben naar de gemeenschap toe en naar het reizend publiek toe. En dat is eigenlijk wat wij willen beogen natuurlijk ook. Aan de ene zijde commercieel belang, ook voor de SLM, maar anderzijds ook het ondersteunend belang naar hunzelf toe. Kijk, we moeten in de moeilijke tijd die we nu doormaken toch wel kijken dat we ook talentvolle mensen ook ondersteunen. En daar is het bedrijfsleven en in dit geval de SLM zeker van plan daar ondersteuning aan te geven. In dit kader moet u dat ook zien. De overeenkomsten tussen de SLM en de brand ambassadors is getekend voor een periode van 1 jaar.